Dat is in de gemeente Bezel, een kleine krachtige gemeente. En de draken is hier altijd aanwezig, maar één keer in de 7 jaar kunt er echt toe leven. En als wethouder cultuur en kunst draag ik dit natuurlijk een warm hart toe, maar ook vanuit de ganse gemeenschap. Een activiteit die voor jong en oud bedoeld is en een groot feest gaat worden. Draaksteken zit hier in het DNA bij de Bezelse inwoners. En waar we vooral trots op zien is op de gemeenschapszin die dan ontstaat. Waarbij vervolgens ook eens een keer het Stichting Draaksteken dit natuurlijk heel erg druk met honderden vrijwilligers en wij als gemeente dit mogen faciliteren op een aantal fronten. Dus dat is vooral onze link en daar zijn we heel erg trots op. De vanzelfsprekendheid waarop dit georganiseerd werd zonder dat er enige verplichting ongezet al die jaren lang, liet zien wie diep geworteld dat dit in deze gemeente en in dit kerkdorp plaatsvindt. En als wethaaier vanuit deze gemeente en ook woonachtig in deze gemeente ben ik, vind ik super fijn dat ik dit nu eens een keer van zo dicht bij mij moet maken. Ik weet niet beter als dat altijd zo geweest is dat voor partners zien van Stichting Draaksteken, maar ook nieuwsgierigheid zien we ook binnen de gemeente eens een keer het archief ingedoken en hebben dan een document gevonden uit 1946. Dat ging toen over de wegafsluiting. En ongetwijfeld al veel langer door vuur hebben we ook die betrokkenheid gehad. Maar dat is ook wel leuk om te vertellen dat we door ook wel weer documenten ingevonden hebben van hoe lang dat we dit al doen. Wat vooral naar uitkijk is dat het in augustus eindelijk losbarst. De energie die we in de aanloop gevuld hebben richting augustus, dat dit gaat plaatsvinden. En dat dat dadelijk er is, hè, de magie die ons mee gaat nemen tijdens de theatervoorstellingen, maar ook daarna op het plein waar verschillende bands optreden hebben. Ja, dat grote feest, daar kijk ik enorm naar uit.